laten we kijken naar onze on the edge en movers en shapers stansen. Deze hebben stalen mesjes als techniek. Dat betekent dat u niet alleen dun papier kunt snijden, maar bijvoorbeeld ook leer, balsa hout, stof en zwaar spaanplaat. En beide technieken passen op alle Cricut stansmachines. U ziet hier, deze stans heeft twee sierlijke messen, dus ze snijden niet de traditionele stansvorm maar zorgen voor een mooie rand voor het maken van kaarten of albums. Ik gebruik hier mijn stans. en ik neem nu dit stuk spaanplaat met karton en dit is behoorlijk zwaar en leg het op de stand. Dus ik neem de on the edge snijplaat. Wellicht heeft u de standaard snijplaat. Prima, dat werkt net zo goed. Ik neem dit in de machine en draai aan de hendel. Heel simpel, niet moeilijk en geen druk nodig. En als het er dan uitkomt, ziet u een mooi versierde rand. En kijk hoe gemakkelijk het mesje door dit zware spaanplaat snijdt. Ik haal de stukjes eruit en dit is het dan. Wat kunnen we hiermee doen? Bijvoorbeeld als randverstieging van uw kaart of misschien een bordje. Of zelfs als mooie rand voor een klein album. En tenslotte ook huisdecoraties, zoals deze: een lief notitieblokje. Er zijn vele verschillende on the edge stansen en hier kunt u er een paar zien. U ziet een grote variatie. Laten we nu kijken naar de movers en shapers stansen. Deze stansen hebben een basisbakje en magnetische invoegstansen die u kunt plaatsen waar u maar wilt. Want het gaat om uw creativiteit en zodat u iets speciaals kunt maken. Zoals u ziet heeft het de stalen messen technologie en zoals ik al zei kunt u hiermee dun papier snijden, maar ook spaanplaat, balsa hout, leer, textiel, wat u maar wilt. Ik pak nu mijn basispakje. Dit heeft een magnetisch blad waarop u kleine invoegstansen kunt plaatsen. Ik neem een gevouwen kaart en ga een opening stansen. Ik neem een van de standaard snijplaten en dan de andere. En in de machine. Ik draai aan de hendel. En het komt er zo weer uit. U ziet hier twee schattige vlindervormen. Maar dit is nog maar het begin, want de magie zit hem in de kaart. Is dat niet leuk? En als ik nu die vlinders pak en ze op de kaart plak, dan krijgen we zoiets. Dit is nog maar een klein begin van wat u kunt doen met de On the Edge en Movers en Shapers stansen. En u kunt zien hier, we hebben veel verschillende projecten. Wilt u nou meer inspiratie of meer leren over deze stanzen? Ga dan naar www.cisx.co.uk slash 101.